Welkom bij de algemene review over de puzzel van Jan van Haasteren van Hart de Beterschap. Het is een puzzel die zich in het ziekenhuis afspeelt en daar heeft Jan van Haasteren iets onwijs leuks van gemaakt. Ik ga een paar leuke dingen laten zien. Hieronder rechtsonder zie je JOH, dat betekent Johannes. Jan van Haasteren, Johannes is zijn voornaam en daar zie je dat hij door hem is getekend. Ik heb een paar gele plakkertjes gemaakt, zodat ik kan weten welke ik wil laten zien. Leuke elementen. Deze is natuurlijk onwijs grappig. Deze man die heeft zijn eigen hand afgehakt en die staat daar in een soort op sterk water. Wordt die vervoerd met brancard. En dit is ook een fantastisch grappig element. Deze hond, ik weet niet precies wat hij aan het doen is, maar deze meneer die grijpt die vrouw ook bij het been. En die vrouw die schrikt daar ontzettend van. Hierboven maakt de poes ruzie met die hond. En hier zien we ook nog een heel grappig item. Deze dokter die heeft gigantisch veel spuiten om zijn lichaam. En die moet en zal die meneer volgens mij heel veel gaan prikken. En die duikt weg onder de tafel. En deze is ook mooi. Hier ligt een hond. En die heeft een arm alleen nog bij zich. Die is afgebroken. En pas veel later ontdekte ik dat die arm, die hoort bij deze meneer daar. Die hier binnenkomt. Maar die lijkt niet eens zo heel veel pijn te hebben. Deze grappig natuurlijk. Deze meneer ligt lekker weg te dromen op de bank. En hier zien we ook nog een onwijs leuke item getekend. Ja, deze meneer hebben ze verkeerd geopereerd. Hebben ze de voeten aan de armen zet en de handen aan de benen. Dat is natuurlijk ook een behoorlijke miskleun. En hier zien we dan nog één meneer. Die krijgt toch een soort spuit in zich gegooid. Van die mevrouw, van die verpleegster daar in één keer in zijn bil. Maar die wordt het alle macht, wordt die achterna gezeten door deze doktoren. Dus die vlucht weg. Hier zien we nog een mooi element, een mooie scène. Deze drie doktoren, ja, het lijkt wel of iemand is weggerend. Deze meneer, die zet ze achterna met zagen en beademingsapparatuur. En het laatste is deze meneer, die zit nog achter het stuur. Het lijkt wel of hij aan de Formule 1 heeft meegedaan, maar die belandt ook in het ziekenhuis. Nou, al met al een gigantisch leuke puzzel. Er gebeurt ontzettend veel. Het is trouwens ook Jan van Haasteren zijn favoriete puzzel.